Hij zou voor monetaire rust moeten zorgen. Integendeel, monetaire onrust heeft hij voor gezorgd. De koers is hoger geworden. Meneer is gaan graaien in de staatskas. De al leeg geplunderde staatskas is hij gaan graaien. Ik heb begrepen, meneertje heeft dus een auto van $300,000 gekocht. Ik heb begrepen, Bumble, of althans oudejaar of nieuwjaarsviering, $1 miljoen geschoten, gedronken. En weer een pand van bijkans, $4,5 miljoen gekocht. In een al rommel op de centrale bank met staatsmiddelen. En wat mij bevriend, is dat de regering, althans de president, die nu veroordeeld is, de moordenaar, die zwijgt. Wat zou er volgens u in deze situatie moeten gebeuren? In deze situatie van die waarom we zijn beland met de governor, ja. Gewoon de PG inschakelen, toch? Jij kan niet als regering onderzoek gelasten. Hoe betrouwbaar zal zo'n onderzoek zijn? Het is een strafrechtelijke case. Draag het over aan de PG. Daarvoor is de PG het. Het Openbaar Ministerie is de autoriteit die deze zaken moet onderzoeken. En dan moet je dat overlaten aan het Openbaar Ministerie. Maar je ziet, er was gestolen, er was geboefd. En boeven onderling moeten een onderzoek gaan verrichten. Wat gaat komen van zo'n onderzoek? Niets. Gewoon zand erover weer. Je hebt een criminele leiding als land. En als je een criminele leiding als land hebt, dan gaat alles gebeuren. De leiding van dit land is niet de leiding die dit land eigenlijk naar grote hoogte kan en wil brengen. De leiding van dit land is enkel en alleen maar om zakken te vullen, criminele soortgenoten hand boven het hoofd te houden. En het volk leidt. Gewoon leidt het volk, terwijl Suriname gezien de ligging, de vruchtbaarheid van de bodem, de bodemschatten die wij hebben, kleine bevolking, zou Suriname heel welvarend bij moeten varen. Maar we zien, alles gaat naar één persoon en zijn trawanten en de massa die pinaart. En dat is een goede situatie, waarbij dus de leiding nu zelf veroordeeld is voor het zwaarste delict in het wetboek van strafrecht, namelijk moord. En hij heeft 20 jaar gehad. Hoe gaat hij nu iemand die 300.000 heeft gestolen van de centrale bank of de eigen baat heeft aangewend aanpakken? Die man zit zelf met problemen. Hoe gaat hij nu voor rust zorgen op de valutamarkt? Die man zit in grotere problemen. Begrijpt u? Dan zegt hij of denkt hij, dan stikt het volk. Hij merkt ook dat zijn aanhang weg hebt. Ja? Die grote charisma's die zijn leider bouwden ze, is nu een veroordeelde geworden. En iedereen ziet hoe hij dus probeert nog normaal te doen. Maar hij kan niet meer normaal doen. Hij is een heel oude man geworden. Dit jaar wordt hij 75 jaar. Hij kampt al met diverse gezondheidsproblemen. Heeft het volk niet meer achter zich. Over pakweg 130, 131 dagen zijn de verkiezingen. Op dit moment ziet hij dat hij met groot machtsvertoon zal verliezen. Dus die man is gewoon in paniek. In paniek zijnde weet hij zich geen raad meer.